Ja, we gaan peren verwarmen. Oké, en welke peren gebruiken we? We gebruiken Sweet Sensation peren, want die zijn stevig, lekker fruitig, zoet. Maar ideaal om in een warm gerecht te gebruiken. Wil jij de peren halveren en uithollen? En wat hebben we nog meer nodig? We hebben een beetje olijfolie nodig in de pan. Dat is heel kort verwarmen. Griekse yoghurt, honing en pistasnootjes. Dat klinkt wel als een simpel gerechtje. Ja, en de peren zijn nog vol met vezels, dus gewoon lekker het schilletje erom laten. En je kan direct beginnen met garneren, want niets is lekkerder dan warm fruit. Ziet er goed uit. Yes, smullen maar. Heerlijk.